een zondagmiddag in de Woudhoek. Nou, er staan heel veel mensen van Rotary's. Jolien Vredenbrecht, wat gaat er gebeuren? Nou, Rotary bestaat 100 jaar en vanwege dat feit is er een bakfiets die door heel Nederland gaat, langs alle districten. Zo dus ook van Vlaardingen naar Schiedam en dat gaan we nu op dit moment doen. Wat is het doel van die hele fietstocht? Bekendheid voor de Rotary, laten zien dat we er zijn en dat we dus al 100 jaar actief zijn in de maatschappij. Maar deze fietstocht heeft ook een bepaald doel. Er moet gediscussieerd worden over bepaalde onderwerpen. Ja, vrede en conflicten, daar gaat het nu over. Dus het leek ons een mooi doel om ook de strijdbijl met Vlaardingen op deze manier te gaan begraven. Want die strijdbijl, dat was de oude strijd tussen Schiedam en Vlaardingen? De oude strijd en vandaar dat wij dus ook op de busbaan staan tussen Vlaardingen en Schiedam. Even over de thema's. Vrede en discussie over vrede. Hoe moeilijk is dat? Nou, op dit moment is het een mooie discussie om te hebben, helemaal wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dus daardoor is het extra belangrijk om daar aandacht aan te schenken. En hoe doen jullie dat precies? Nou, we hebben dat nu op deze manier dat we dus met de bakfiets door het Nederland heen gaan. En zo hebben we verschillende rotaries, hebben verschillende activiteiten die zij erop organiseren. Of sprekers die zij uitnodigen tijdens de Rotary bijeenkomsten. René Hersbach van Rotary Club Vlaardingen. Jullie hebben de vrede getekend met Schiedam? Ja, daar zijn we nu mee bezig. Hè? We gaan straks nog de strijdbijl begraven, begrijp ik. Maar we zijn hier nu terechtgekomen nadat we eerst in Vlaardingen 3 plekken bezocht hebben. En daar ook in het kader van vrede en conflictbeheersing een cadeau hebben aangeboden in Vlaardingen aan het Oekraïnewijk. We hebben plantenbakken afgeplant, dus dat hebben we nu even gemaakt. En we zijn ook nog bij ons op de markt geweest. We hebben een uitleg gekregen bij het Geuzenmonument. En nu hier. En nu hebben we net met de schop overgedragen, symbolisch, de bakfiets. En nu is het aan Schiedam om de estafette te vervolgen. Ja, dan nog even over die busbaangevechten. Annelieke, je hebt het een klein beetje meegemaakt? Ja, ik heb het wel van afstand gezien. Ik was te klein om mee te vechten. Maar ik zat wel zelf in de lantaarnpalen, had ik goed overzicht. En dan kon ik schreeuwen van daarheen, daarheen, daarheen. Wat was nou eigenlijk de reden van die gevechten? Ik weet het niet meer. Echt niet. Het was gewoon Vlaardingse, Schiedamse rivaliteit. Maar ja, als ze dan vanuit Maassluis of uit het Westland, Westlanders kwamen, dan gingen we samen met Schiedam er tegenin. Ingeborg Reuzen, ook aanwezig. Ingeborg, wat gebeurde er net? Wat kregen jullie allemaal voor cadeautjes? Oh, ik kreeg hele leuke cadeautjes van de clubs van Vlaardingen. Hè, vanwege de overdracht hier van deze mooie bakfiets en de schep. Waarmee aan het einde van de route een voedselbos gaat worden geplant. Maar dat duurt nog even, want hij moet het hele district nog door. En er zijn dit jaar allerlei activiteiten in het kader van 100 jaar Rotary in Nederland. Waar je ook bij was natuurlijk. Het circus wat we ook gehad hebben eind augustus. Wat ook heel erg leuk is geweest voor kinderen in Schiedam. En dit is ook weer een van de onderdelen van de 100 jaar Rotary in Nederland. De emissievrije estafette door het hele district. Gisteren is hij aangekomen in ons district. En vandaag Schiedam en Vlaardingen aan de beurt. Dus dit is de overdracht tussen Vlaardingen en Schiedam. Het is ook een stukje vrede tussen Schiedam en Vlaardingen bij de busbaanrellen. Ja. Was jij nog niet geboren volgens mij? Nee, dat denk ik ook nog niet. Dankjewel trouwens, want zo jong ben ik ook niet meer. Maar nee, toen was ik nog niet geboren en was ik ook nog geen Schiedammer. Want ik ben slechts 27 jaar Schiedammer. Dus John, de voorzitter van de middagclub, die was er wel bij naar het schijnt. Maar ik helaas niet, nee.